Hey kijkers, ik ben Sas. Welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag speel ik een nieuwe minigame en ik speel Speed Builders. Ik speel weer Speed Builders, we zijn met 8 mensen, waarvan er maar 7 van in het scorebord staan, wat ik nog steeds gek vind. Nou, we zijn nu gewoon met 8 mensen en we gaan weer lekker snel gebouwen maken. Zo, Anubis loved Minecraft. Nou, dat mag ik toch hopen voor hem. Ik weet niet, volgens mij is het een haar, sorry. Als ik het fout heb, don't blame me please, maar okay, het is in ieder geval een Egyptische god. Of godin, dan komen we weer op dat punt aan. Maakt niet uit. Ik heb hem in ieder geval gehaald, dat is goed. Oké, mensen doen het op zich wel. Oh, die moet een beetje vaart gaan maken. Deze heeft hem. Hier staat hij op de sterbekit staan. Hij ziet het niet. Ja, dus hier een trapje. Trapje, zet een trapje goed. Oh man, wat is die dan weer aan het doen? Ja, dus ik moet gewoon eerst die piramide bouwen en dan lekker die trapjes er tegenaan. Nou ja, we gaan het kijken. Ik ben benieuwd wie het nu niet heeft. Ik denk die. Dat zou ik tenminste zeggen. Ja, precies. Darklight. 2, 3, 1, 4, 2, 2. Of zo. Oh, nice. Iemand is geragequit. Hey, nice. Zijn we nog met 6. Day before Monday. Oké, nice. Eens even kijken. Oh, deze moet ook wel lukken. We gaan gewoon hier eerst het plateau maken van 3x3, zo. En dan zetten we hier die kwarts dingen zo tegenaan. Nog een laagje opvullen. Kijk, dus dit gaat hartstikke goed komen. Dit. En dan hier een kerst opdouwen. Nou, zo, mooie kerst. Oh, hier het randje afmaken. En dan hebben we hem al over 3, 2, 1. Taka! Perfect match. Nice. Oké. Die gaat ook wel goed. Met de kerst er nog bovenop plaatsen. Die moet even vaart gaan maken. Die haalt het. Ja, die haalt het wel. Die komt in ieder geval ver genoeg. Ja, die heeft het al gehaald. Nee, zo moet het niet. Bouw nou maar eerst die taart. En deze is ook al om gekke fratsen aan tijd te halen. Ooit een vliegende taart gezien? Ik niet. Oké, ik ben benieuwd wie die gaat halen. Je zou zeggen deze, want die heeft wel meer blokken goed staan. Ik denk dat deze niet gaat halen. Oh, sorry, laat maar die. Natuurlijk. Ik had niet eens gezien dat die nog maar zo ver was. Ik denk dat mijn moeilijkste tegenstander die buske wordt, maar dat gaan we zien. Hungry Horse. Nou, deze moet iedereen toch goed hebben. Kom nou. Oh, zo sprong bijna van het eiland af. Dus dan, dit is weer zo'n belt. Dat is in de vorige aflevering ook. Ik weet dat ik hem afkrijg, dus dan doe ik eerst die basis, die stammen. Zo. Deze zet ik hier allemaal neer. Zet het paard hier neer. Zo, precies. En dan hier al het hooi. Kijk eens aan, perfect match. Ja, dit gaat niet helemaal goed. Het is niet ja, je kunt wel het paard als eerst plaatsen. Als in dat je hier zo blijft wachten en dan het paard meteen plaatst. Dat werkt ook wel. Hier, ik heb nog een hooibak over. Maar nu gaat deze het. Ik weet niet of hij het gaat halen. We gaan het zien. Oh, jawel. Als hij het hooi allemaal heeft geplaatst. Ja, kom. Omhoog dadelijk heen. Kom. Te moeilijk is het toch niet? Nee, die haalde het niet. Oh my god, die was zo dichtbij. Nice. Oké. Ja, zoiets moet je er gewoon af hebben. Je moet er gewoon een blok plaatsen. Nou ja, 100%. Kijken, wie is er dood? Oh, is hij zelfs dood? Oh, wauw. Die heeft het niet eens afgekregen. Wauw, het paard is helemaal. Nou ja, maakt niet uit. Oké, Cobble Fortress. Dit is gewoon een kruis van cobblestone met een kruis van dit. En dan nog een kruis van cobblestone en wat opvullen. Komt allemaal helemaal goed. Zo, cobblestone. Zo, oh, het kruis afmaken. Zo. Oeh, mijn muis hangt vast. Paniek. Dit is niet echt handig. Zo, hierheen. Nou, ik zei wel, doen we wel even. Maar zo gaat het toch niet erg snel. Maar ik denk dat we het wel halen. Zo, in ieder geval hier. We zijn in ieder geval, hebben we een plaats. We zijn in ieder geval niet af, laat ik het zo zeggen. Hier nog even op. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Zo, kijk eens. Nou, wat heeft mijn muis vandaag? Zo, af. Zo, hier, muis, doe eens even normaal. Oké, we gaan het zien. Heeft iemand het niet af? Wauw. Ja, ik moet zeggen, het ziet er wel erg origineel uit. En deze heeft het ook af. En die heeft het ook af, zo te zien. Oh, nou, hij is af. Oh, hij is geregequit. It's something. Oeh, opletten waar de redstone staat. Voor de rest is hij goed te doen. Als we muispijnen weer werken, dat zou wel enigszins helpen. Zo, en dan hier een plateau. Van 3x3, dit omhoog. Kijk eens aan, 41 klei is best een hoog om te plaatsen, maar het is allemaal hartstikke goed te doen. Tenminste, ik denk dat het hartstikke goed te doen is. We hebben nog 20 seconden. Oh.
Zo, hier nog even dit randje afmaken. Juist, kijk eens aan. Oh, zo, precies gehaald. Netjes. Zo, wat is die nou allemaal doen? Haalt hij het? Nou, die haalt het niet. Deze haalt het ook niet. Oh, misschien haalt hij het trouwens net wel. Dat weet ik niet. Nee, oké, die haalt het niet. Oeh, deze heeft gewoon een gigantisch plateau neergezet. Oké, dan is deze is nu weg. Gregor _ YouTube is weg. Oeh, heeft hij ook een YouTube kanaal? Hij is in ieder geval dood. Doei. Rest in pepperoni. Ontplof. 3, 2, 1. Oh, ik was iets te laat. Nou ja, maakt niet uit. De Lone Tree Ranger. Oké, dus ook wat te doen. Eerst de deur plaatsen en daarna de boom met de bladeren. Oké, gaan we doen. Dus eerst de deur. Zo. Hier zo. Hoewel, ik denk dat ik eerst het gras ga plaatsen, want dat zijn weer de meeste procenten. Ondanks dat ik denk dat ik het wel afkrijg. Kijk, gras dat plaatst zich lekker snel. Zijn een hoop blokken. Heel veel procenten. En ik weet niet of hij het gaat halen. Ik neem aan van wel, want hij is best goed. De bussen. Zo. Hero. Tada, perfect match. We gaan het zien, hoe ver gaat hij komen? Oh. Die gaat het niet halen. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Oké. Nou. Zo. Inslags, 100%. Yes! We hebben het gehaald. Bussen was eliminated. Sad bussen. Wat? Oké, mijn best. It's Lars, yes! It's Lars on the game. Nou, we gaan kijken of we nog een potje kunnen winnen. Op naar het volgende potje. En we zijn weer bij een nieuw potje. We gaan kijken of we weer kunnen winnen. We zijn weer met 8 mensen, waarvan er maar 7... Wat? Lol, 2 geragekut. We zijn nog maar met 6 mensen. Tenminste, volgens mij wel. Oh, ik moet wel even kijken hoe het moet. Hoe ik het gebouw moet bouwen. Zo, kijk eens aan. Oeh, ik heb eerlijk gezegd helemaal niet zo goed opgelet. Ik weet niet hoe dit allemaal in elkaar zat. Dan gaan we eerst maar eens kijken hoe het moet. Ik denk dat het dan zo moet, want ik heb niet genoeg blokken voor iets anders. Dus dan gaan we even zo kijken. Oh, iemand heeft hem al af. Oh, ik denk dat we een moeilijke tegenstander krijgen. Die heeft het af. En wie heeft er nog meer af? Wat? Hij dan. Oh, die staat ook op midden. Stijltje midden mensen. Oh, oh. Nou, ik hoor niet bij het stijltje midden mensen. Tenminste, als ik nu niet haal, hoor ik er niet bij. Nou, ik wil terug het TP. Het leven is niet eerlijk. Time's up. Oké. Ik hoop dat ik van die twee kan winnen. Maar net waren ze al sneller dan ik. Oef, we gaan het vanzelf merken hoe ver ik kan komen. Junafro was eliminated. Nou, oké. Doei, Junafro. Oeh, ontplof. Nice. Grandma's Garden. Oké, even snel naar die boompjes kijken. 2 hoog. Bladeren komt goed. Hekjes. Blauw, rood, paars. Tenminste, als je paars wil noemen, goh. Blauw. Dit is een red tulip. Hoe noemen ze het nou? Een allium. Nou, dat weet ik nog niks. Of ze het nou paars of roze noemen. Ik vind het... Ja, er zit paars en roze in. Maar dat maakt allemaal niet zo uit. Zo, we gaan hier even 2 boomstammetjes neerzetten. Oh, er moet er wel nog één op, hè. Zo. Nice. Deze hier, deze hier. Oké, boom 2. Kijk eens aan. Hierheen. En... Oh, oh, dit gaat niet echt goed. Ik wil eerste zijn. Nee. YouTube, tube. PvP, waar staat hij? Huh? Wie is dat? Oh, hij. Oké, heeft hij ook een YouTube kanaal? Blijkbaar wel. YouTube PvP. Nou, weet ik niet. Maakt niet uit. Time's up. Gwen the Guardian is judging. Oeh. Wat gaat hij doen met zijn gekke ogen? Oeh, we gaan mee eromheen draaien. Oeh. Oh, hij gaat dood. Wat had hij fout? Oh, hij had hem zelfs bijna af. Oeh. Doei, ontploft. Nou, op naar de volgende gebouw. Master Sword. Oké. Ligt eraan hoeveel Iron Blocks krijgen. Oeh, we moeten ook even op die planten letten trouwens. Hoeveel Iron Blocks gaan we er krijgen? 3 maar. Oeh, dat vind ik... Oh, chips. Volgens mij zit trouwens deze en dit hier. En als we draaien, betaal ik wel om. We gaan er vanzelf achter komen. Ja, dit vind ik zo onlogisch. Want eigenlijk hadden ze nu een 4e Iron Block moeten geven. En die had er eigenlijk in moeten. Maar nu lijkt het alsof het zwaard er gewoon los op staat. Tenminste voor mij. Chips, ik ben een stammetje vergeten. Handig. Nee, dit gaat niet goed. Zo, deze hier. Deze zo. Perfect match. Nice, staat ik hem toch goed. En wat is hij allemaal aan het doen? Oeh, hij staat verkeerd met zijn... Oeh, die gaat het niet halen. En die... Oh, chips. Ik weet niet. Is hij nog minder ver?
Oh, wacht. Dit was die... Oh, Yellow Yoshi heeft het gehad. Oké, ik ben benieuwd wie van die twee dan weggaat. Ik heb in ieder geval 100%. Zo, YouTube PvP. Nou, dat was die net snel was. Oké, Frontyard. Die hadden we de vorige keer ook. Nice. Dus gaan we eerst al dat sandstone neerzetten. Daarna kijken we wel wat we doen. Want dat sandstone is in ieder geval de meeste procenten. Zo, hier deze zo. Nice. En dan nog één laagje erop. Zo, kijk. Oh, dat gaat niet echt goed werken. Zo, even al die carbon zetten we neer. Tenminste, volgens mij moesten ze hier anders dan hebben verloren. Kom vanzelf achter. Zo, deze hier ook. Laat ik even al die gekke bloemetjes plaatsen. Zo, zo, zo. En zo, zo, zo. Ouch, die was wel snel, die Yellow Yoshi. Doe eens even niet. Dat vind ik niet leuk. Oh, Gwen the Guardian is impressed. Nice. Thor's Hammer. Oeh. Deze is ook goed te doen. Die halen ze ook allebei. Ik denk dat het wel een intense strijd wordt. We gaan het zo zien. Hier, 1, 2. Oh, volgens mij hebben ze 2 oog. En anders dan komen we er vanzelf achter. Want dan heb ik een aantal blokken over. Volgens mij 15 zou ik er dan over hebben. Nou ja, we gaan hier omhoog. Zo. Jemig, hoe snel is die Yellow Yoshi? Nou, ik hoop dat het straks op iets van onthouden aankomt. Wat hij niet goed kan. Hoop ik. Wat? Jongen, zet het laatste blok neer. Zet het laatste blok neer. Oh my god, gaat hij serieus tijd trekken? Dat is echt gewoon triest. Nou goed. Arrow. Nou, kom. Iets moeilijker mag wel. Een heel klein beetje moeilijker. Zou wel fijn zijn. Wat zit erachter? Ik kan het niet eens zien. Volgens mij wol. Hoeveel wol hebben we? 4. Nee, er zat toch goud achter. 1, 2, 3, 4, 5. Zo, deze hier. Deze. Oh, die Yellow Yoshi zal nu wel weer klaar zijn. Nee, ik ben eerder. 0,3 seconden. Take that. Ja, nou ja, eigenlijk maakt het ook niet heel veel uit, maar toch. Bee en Nectar. Oh. Oeh, dit is een 3. Dan hier zo'n met blauw. Oh jee, deze wordt nu best lastig, denk ik. Oké, geel. Deze erop. Oh, ik weet hem al bijna niet meer. Ik ga hem proberen te halen. Dit wordt nu best lastig. Zo, deze hier. Oké, ik denk dat ik er wel uitkom. Als ik deze nou zo doe. Deze zo. Wat, hoe kan dat, jongen? Hoe kun je zo snel zoiets bouwen? Kan toch bijna niet? Nou ja, zal wel. Zat die serieus weer zo'n tijdrekkings doen? Doe nou gewoon niet. Dat is gewoon echt... Ja, hij krijgt zijn karma wel. Ah, Gwen the Guardian is impressed. Red Bull, stiekem hoop ik echt dat die Yoshi daar super slecht in is. Oké. We moeten even gaan opletten. 1, 2, 3 hoog. Zo, 1... 2, 3, hier zo één plateau. Oh jee, dit gaat niet echt heel chill. Nou, we gaan hier in ieder geval omhoog. Zo, en dan gaan we hier dat hoofd tegenaan maken. Waar ik ook niet goed op gelet heb. Oh nee. Yoshi is ook weer super ver, zie ik. Zo, we gaan dit allemaal neerzetten. 9 seconden hebben we nog over. Nou, als ik nu die start plaats, dan krijg ik perfect dingen in mijn gezicht. Nee! Yes, ik heb hem wel. Godzijdank. En hij... Ja, precies. Dat heb je met je karma, hè. Hier, zo. Dat een beetje blokjes zitten plaatsen op het laatste. En dan zo van... Haha. Nee. Gewoon niet. Ja, GG. Precies. Doei. Opgebokt. Nou. Nu wordt het tussen mij en die Yoshi. Waarvan die Yoshi volgens mij zelfs beter is dan ik. Hij heeft vaker het sneller de perfect build. Nou, deze gaan we doen. Zo, deze moet toch wel doen. Op die witte daarop moeten we even opletten. Zo, oké. Het is eigenlijk gewoon een kippenboot met dat eraan of zo. Zo, deze hero. En dan dit. Oh, chips. Dit is misschien niet echt handig. Ik ben hem al half kwijt. Ja, en dan. Oh, hier, die vinnen moeten er. Oh nee. Deze moest oranje zijn. En dan deze hier. En hier. Oeh, ik wist het niet meer. Oh. Ancient chest opening. Nou, die hebben we ook allebei. Zo, deze, nou, dit is gewoon van Mindplex zelf. Is dit een chest opening gebeuren-achtig ding? Iets. Zo, we gaan er zelf achter komen of hij van mij gaat winnen. Eerlijk gezegd heb ik een vermoeden van wel, omdat hij beter is. Hij steert het iets sneller dan ik. Kijk, oh, deze heb ik dan weer iets sneller. Wat? Wat is hij langzaam aan het doen? Ik denk dat hij iets fout had staan of zo. Nee, gaat hij nu ook al? Don't, please. Dit is echt zielig om dat te doen. Het is echt heel zielig. Als iedereen zo speedbuilders gaat doen, dan wordt het echt heel erg saai. Nou ja, maakt niet uit. Fortress Fun.
Hopelijk krijgt Yoshi nu ook nog zijn karma dat hij het niet haalt. Zo. Hier. 1, 2, zo. 1, 2, zo. Deze drie eronder uit. Ik stiekem hoop ik echt dat hij niet weet hoe deze moet. Zo. 1, 2, zo. En dan de laatste. Ah, nu doet hij het wel goed. Oké. Ha, nou, Pine Tree. Oeh, hier zat toen toch een valstrik in, dacht ik. Als we gewoon kijken, zo. Nee, hier lijkt het wel. Oh, ik zie hem. Oh, beter heeft hij deze niet gezien. Beter heeft hij hem niet gezien. Zo, hier zo. Deze moet zo dan. In die hoek. In de hoek richting mijn kapotte buureiland. Zeg maar. Daar zit een valstrik zit erin. Oeh, ik hoop echt dat ik hem wel haal en hij niet. Want dan moet hij dus zo. Alleen, deze moet dan hier. Nee, hij heeft hem gezien. Oh nee. En ik haal hem ook. Waarom ziet hij dat nou? Dit is niet eerlijk. Creeper madness. Oké, dus drie blokken hoog zitten de ogen. Oké, deze is wel te doen, denk ik. Zo, dan maken we hier eerst die gekke neus. Zo, 1, 2, zo. Neus, ogen er tegenaan. Andere gekke fratsen eromheen. Zo. We hebben nog maar 20 seconden. Oeh, het wordt wel een close one, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Ik denk zelfs, misschien haalt hij hem wel en ik niet. Maar we gaan erachter komen. Zo, laat me er eens op. Oh, 10 seconden. En ik moet nog 12 blokken plaatsen. Nog 6 te gaan. Nee, 5, 4, 3, 2, 1. Ik heb hem. Hij is echt beter dan ik. Oh, nee. Dit gaat zo niet goed. Oké, 2 daarvan die kant op. Oké, deze moeten dun zijn. We gaan er zelf achter komen. Oh, 2 daarvan die kant op was de rode volgens mij. Nee, dat kan niet eens. Ofwel, wel. Als zelfs wel. Oké, nice. Deze zo. Dan die blauwe hier. En groen hier er tegenaan. Zo. Tenminste, dat denk ik. Nice, perfect match. Haalt hij hem? Zeg alsjeblieft dat dit er wordt die ik... Nee! Oh... Lucky bastard. Trapped wolf. Oh, dit is zo'n moeilijk potje. De wolf in het midden en dan al die fences eromheen. Chips, ik bedenk me eens. Ik ben helemaal niet goed in fences plaatsen. Oh jee. Dit gaat echt. Dit is hard tegen hard, jongens. Ah, we hebben wel genoeg tijd voor alle fences. Misschien is hij wel veel sneller dan ik zelfs. Maar ja, er zijn ook gebouwen die ik niet af kan krijgen. Volgende, Shades of Warmth. Oké, 3 gele paaltjes, daarna oranje naar beneden en rood naar boven. Ah, beter Rage Quitty of zo. Zo, oranje naar beneden. Zo, en rood naar boven. Perfect match. Nou, hij heeft hem ook wel. Kijk, hartstikke idee. Jongen, niet weer, echt. Weet je hoe... Oh, serieus. Oh, dit is echt gewoon zielig. Gewoon, ja, het is aan de ene kant wel een beetje stangen en het is misschien een tactiek. Maar ik zou het nooit doen. Oh, deze heb ik eerlijk gezegd nog nooit eerder gehad. Geel. Nee. Oké, blauw moest hier. Ik was even al bang dat ik hem vergeten was. Oh, hier bovenop met rood. Want dan kunnen we vanuit rood kunnen we groen misschien wel doen. Want ik weet nog wel hoe rood eruit ziet. Hoe kan dat? Hoe kun je zo snel dit ding afkrijgen? 9, 8 seconden. Zo. Nou, heb ik hem ook. Hoe kun je zoiets zo snel af hebben? iPhone 7 Launch Queue. Oh nee, oké. Deze ga ik niet afkrijgen. Simpel as that, deze ga ik niet afkrijgen. Zo, deze omhoog. Nee, hij wint hier van mij. Dit wordt degene waar ik ga verliezen. Ik ga deze niet afkrijgen in die seconde. Of misschien wel. Maar ik zou zeggen in die tijd... Nou... Ik dacht eerlijk gezegd dat we veel minder tijd hadden. Maar we hebben niet meer. We hebben niet meer veel. Zo. Zo, deze overal zo. Nee. Villager. Nee. Zo, deze hier wegpakken. Nee. Ah. Nee. GG. Time, man. No. You were a time, man. Ik weet niet eens hoe je dat noemt. GG. Nou, het was wel dichtbij. Maar ik snap sowieso niet hoe hij al die gebouwen zo snel afkreeg. En van de andere kant vind ik het een beetje triest dat hij heeft gewonnen. Nou, dat hij gewonnen heeft, oké. Maar ik vind het triest hoe hij zich gedroeg, zeg maar. Dat vind ik niet kunnen. Maar ja, dat zal wel weer aan mij liggen. Ik bedoel, de hele tijd een beetje wachten. Het is niet leuk voor het spel.
Maar goed, hij heeft eerlijk gewonnen, hij was beter. Ah, het was wel close, maar maakt niet uit, niks aan te doen. Vond jullie het nou een leuke aflevering, leuke speedbuilders? Laat dan even een like achter. Deel deze video met iedereen die je kent. Abonneer om op de hoogte te blijven wanneer ik weer een nieuwe video upload. See you all later.